Nu even niet, natuurlijk. Maar wij steken heel graag onze leden de grenzen over. Zo organiseren wij jaarlijks voor onze vijfdejaars een prachtige reis naar Parijs, voor onze zesdejaars naar Barcelona. Dat is niet het hele verhaal. Ik wil hier heel even onze afdeling toerisme in die kennis zetten. Leden van toerisme reizen elk jaar. En we kiezen het ene jaar voor een stad, het andere jaar voor een streek. Dat kan Kopenhagen, Berlijn zijn als stad, van de voorbije jaren, of Andalusië in Spanje, Normandië in Frankrijk, noem maar op. Huh? Belangrijk om te weten is dat onze leerlingen een stuk carnage krijgen en dat zij zelf die reis in elkaar steken, helemaal organiseren, uiteraard perfect gecoacht door de vakleerkrachten. In de afdeling sporten, daar heeft Niels daar straks al even allusie op gemaakt, in de afdeling sporten zijn zes leren de lawaai van de open om daar een bussen skistage te doen en ik hoor nog steeds ongelooflijk enthousiaste verhalen als zij terugkeren. De mensen van AISO, ik spreek inderdaad nog altijd in de oude termen 5 en 6, hebben een soort Erasmus-project, een uitwisselingsproject lopen. Namelijk met een school in Italië, eentje in Duitsland en nog eentje in Estland. Ook dat is wel interessant op internationaal gebied en doet natuurlijk dromen van heel veel ervaringen. En uiteraard heel belangrijk ook die buitenlandse ervaringen dienen om uw talen even in de praktijk om te zetten. En dan, en ik heb het straks al heel even vermeld, onze leerlingen van 6 TSO en 6 of 7 BSO, die krijgen ook de kans om een stage te doen. En sommigen kiezen voor een binnenlandse stage en daar is niets mis mee. Maar er zijn ook heel wat die kiezen voor een buitenlandse stage. We hebben op dit moment 3 bestemmingen lopen. Leerlingen gaan naar Londen, Engeland, gaan naar Sevilla, Spanje, of gaan naar Palanga en Litouwen. Dat zijn boeiende bestemmingen. Hier naast mij zit je ondertussen een aantal foto's, beelden, sfeerbeelden van enkele jaren terug. Hè? Want ook dit jaar hebben we natuurlijk deze stage niet kunnen organiseren. Volgend jaar gaat dat ongetwijfeld opnieuw het geval zijn. Maar het zijn ongelooflijke kansen. En ik moet hier toch wel vermelden dat deze projecten volledig door Europa gedragen worden. Dus die worden volledig gefinancierd door Europa. De leerlingen, nee, natuurlijk de ouders, hoeven hier helemaal niets aan bij te dragen. Die zijn kosteloos. Geef toe, dat is een fantastische kans.